Hey hoi! Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe live. Dit is een opname van een Facebook live. En we gaan het hebben over aquarel. Even kijken of er tijdens de live mensen aansluiten. Hoi hoi! Leuk dat jullie mij hebben gevonden. Even kijken of de opmerkingen gaan doen. Ja, ik zie al wat verschijnen. Gezellig. Hallo allemaal. Leuk. Het wordt niet zo heel spectaculair hoor. Het wordt gewoon lekker een beetje prutsen met aquarel of met water. En gewoon wat dingetjes uitleggen. En misschien doordat er vragen komen, proberen we dingen weer uit. En dan ontstaan altijd de leukste creaties. Tenminste, dat vind ik wel. Gezellig dat jullie de tijd hadden om deze maandag mee te kijken of wellicht mee te doen. Helemaal leuk. Vandaar even op Facebook, want ik wil hem opslaan op YouTube. Want de eerste wat ik wil laten zien is eigenlijk de spettertjes. Die vraag krijg ik namelijk heel veel. Dus dat wou ik even toelichten en dan kan ik als mensen mij een DM'tje sturen of een e-mailtje sturen, dan kan ik ze verwijzen naar deze video. Dus dat is puur ook een beetje eigen belang, maar ook dat we even gezellig wat gaan doen samen. Een beetje een vies palet, maar dus mocht je mee willen doen, ja, er ontstaat misschien gaandeweg wat. Ik heb geen idee nog, ik heb het niet voorbereid. Pak anders even je aquarel of iets op waterbasis erbij. Bijvoorbeeld brushpennen of aquarelpotloden. Dat kan ook allemaal supergoed. En wat oefenpapier om lekker een beetje mee te kunnen prutsen hoe dat werkt. Nou, ik begin dus. Ik moest even zoeken waar ik moest zijn. Nou, je hebt ons gevonden. Gezellig. Dus je kunt gewoon je vraag stellen onder in de comments. En dan af en toe kijken naar, want het scherm zit net iets hoger dan mijn ogen zijn. Dus soms dan gaat het zo snel dat ik het niet zie. En anders moet je het gewoon nog maar een keer weer halen hoor. Is helemaal niet erg. Mocht je wat willen proberen, dan doe je lekker mee. Ik wil wat laten zien namelijk met hoe je, stel dat je wat leuks getekend hebt. Of even iets hebt gemaakt. Ik heb even een regenboogje bijvoorbeeld getekend. Gewoon ingekleurd met brushpennen, niks bijzonders. En daar wil jij graag van die spetters bij. En dat wil ik eigenlijk als eerste uitleggen. En daarna een beetje, ja, dat allemaal leuke aquarel effectjes. Dat je daarmee leuke achtergrondjes kunt maken. En allemaal andere nog leuke dingen. Dus dan komen we gaandeweg wel ergens op uit, zeg maar. Gezellig. Dus er is geen hogere wiskunde of iets bijzonders. Ik heb water nodig. Ik laat even de verschillen zien. Daarom heb ik ook een waterbrush bij gepakt. En ik heb ook een wat groter penseel. Dus mocht je willen proberen, dan is het gewoon fijn om de spulletjes die je in huis hebt, om dat er gewoon eens bij te pakken. En dan zie je ook wat de verschillen zijn. Dus ik heb dus ook de waterbrush erbij gepakt. Want heel veel mensen denken ook van, hey, het spetteren met de waterbrush lukt niet of lukt minder goed. En dat is omdat de waterbrush, ja, de haartjes zeg maar zijn heel strak bij elkaar gebonden, zeg maar. Ik weet allemaal niet precies hoe het allemaal heet hoor. Maar dat is ja, weer anders hoe die zijn bij elkaar zijn gevat dan een penseeltje. En dan zitten in de penseeltjes, ja, is er ook nog verschil. Dus deze is weer veel losser dan dit penseeltje. Deze is een beetje in een punt. En deze, ja, loopt een beetje recht toe aan, zeg maar. Dus daar zit ook nog. Het zijn allemaal aquarelpenseeltjes. Ja, het zijn niet echt. Het zijn allemaal van die instapmerkjes. Dus daar zit echt geen heel duur penseel bij. Het is gewoon leuk om dat te proberen. Dus stel dat ik even een spettertje wil maken. En ik neem even wat aquarelverf. Even een heel, niet de mooiste bakje, zeg maar, een beetje gebruikt. En ik begin met die waterbrush. Nou, dat druk je dan op. En dan komt daar water uit als het goed is. Ja. Nou, en dan heb ik dus
waterverf aan mijn waterbrush. Nou, dan moet die wel heel erg verzadigd zijn, wil ik daarmee kunnen spetteren. Dus als ik daarmee ga spetteren, dan spetter ik eigenlijk dus met de waterverf die echt helemaal om die kwast zit. Dus als die dan, om dat penseeltje, dus als die helemaal verzadigd is. En dan krijg ik dus hele kleine spettertjes. Omdat dit is echt een heel strak penseeltje en grotere spettertjes dan dit krijg ik ook niet. En ik hou mijn waterbrush dan vast tussen mijn duim en mijn middelvinger. En ik tik er dan, hij is dan los, hij hangt ertussen zeg maar. En dan tik ik er met mijn wijsvinger tegenaan. Ik hou hem nog een beetje tegen met de ringvinger. En dan krijg ik dus die spetters. Dus als ik hem helemaal vochtig maak, dan, ja, dan druipt het vocht eraf. En dan krijg ik dus wat grotere spetters. Dus ja, is die helemaal verzadigd. Dus op die manier kun je het ook doen. Dan is het gewoon heel... Ik heb het nog niet eerder geprobeerd, zie je dat? Dus dan krijg je hele dikke spetters. Dus dan leg je hem nog even weer in, je water, in het water, zeg maar. Dan, ja, dan krijg je dus grotere spetters. Je kunt hem ook ergens tegenaan slaan. Dus je kunt hem ook ja, even tegen zo'n pennetje of iets anders aanslaan. En dan krijg je dus hele kleine spettertjes. Dus een hele andere manier van minder los, zeg maar. Zie dan weer, nou, nu krijg ik waterspetters omdat die niet is verzadigd met, met de waterverf. Dus het is wat moeilijker, vind ik zelf, met de waterbrush. Het lijkt alsof wat, wat doen we in godsnaam, maar je hebt wat minder controle. Dus als ik een nieuw papiertje pak en ga spetteren met een penseeltje, dan gaat dat echt veel beter. Dan die doop ik in het water, dat die echt helemaal nat is. Dus dat bijna die druppel eraf valt. En dan haal je hem door je waterverf. Nou, dit is dan onverdund. Kun je nog eventueel iets verdunnen. Dus lekker waterig. En dat dan je penseel, ja, het beste is zeg maar dat het water er bijna afdruipt. Dus als je hem op de kop houdt, dat er bijna een druppel aan zit. En als je dan gaat spetteren, dus wat ik zei, van je houdt hem in je handen vast en je tikt er even tegenaan, dan vallen de spetters ook naar beneden. En als je dus gaat spetteren, zeg maar, en je tikt ergens tegenaan, dan vliegen ze veel meer alle kanten op. Dus daar zit ook nog verschillen in. Dus als je het een beetje goed boven je papier houdt waar je het wilt hebben, en je gaat daar even gericht spetteren, dan komt het ook daar. Dus dan zit niet je hele werkblad zit onder, zeg maar. En als je dan toch nog grotere spetters wilt, want dit zijn al best wel grote spetters voor dit penseel, dan kun je altijd nog ja, een paar er zelf bij verzinnen natuurlijk, door ze even erbij te tekenen. Dus dat gaat ook heel goed. Dus hoe kleiner je penseeltje, dit is al best wel een groot penseel. Die gebruik ik niet altijd voor het inkleuren, zeg maar, want dit is al, ja, breder dan mijn vinger. Ik heb een dikke duimen, maar... Dus dat is lineaaltje hier. Dit is ongeveer hoe lang? Nou, 2,4 centimeter ongeveer. Dus als ik dan dat kleine penseeltje neem, ja, dan krijg je ook vanzelf wat kleinere spettertjes. Die heeft gewoon minder, die kan minder water vasthouden. Dus die helemaal verzadigd. Nog een keer anders. Je kunt, terwijl die in de kleur is geweest, kun je hem altijd nog een keer weer dopen in het water. En dan kun je weer gaan spetteren. Nou, dan wordt dit het spettergehalte, zeg maar. En dit was het net. Nou, doet elkaar niet zo heel veel. Dus je kunt hier met zo'n klein penseeltje natuurlijk ook gewoon wat bijtekenen. En dan heb je lekker je spettertjes. Dus ik maak spetters met een penseel. Ik hou hem gewoon in mijn hand. Dat vind ik zelf het fijnst, want dan kan ik, terwijl hij hangt boven mijn werk, kan ik heel gericht kijken waar de spetters komen. En als ik dus mijn pen erbij pak en ik ga op deze manier spetteren, dan krijg ik een veel groter oppervlak. En dan komt het ook op je werkblad. Dus dat vind ik zelf niet zo'n fijne methode. Dus als het je lukt, zou ik gewoon uit de hand. Dus tussen je duim en je middelvinger, wijsvinger, ringvinger erbij, zeg maar. En dan
Dit is een klein penseeltje. En dan wil ik dus hier spettertjes. Dus dan ga ik hem hierboven slaan. En dan krijg ik daar ook mijn spettertjes. En dan komen niet de spetters hier ergens te zitten. Mikken is een kunst. Dus wat ik zei, mikken is dus echt wel dat je het fijnst is als die gewoon in je hand hangt. Want dan ben je alleen op dat plekje zeg maar bezig. En het ligt natuurlijk ook aan hoe los je penseelhaartjes zijn. Dus als jij een vrij strak penseeltje hebt, dat werkt denk ik ook niet het prettigst. Dus het mag gewoon een beetje los penseeltje zijn. Dat werkt heel fijn. Nou, er zijn meerdere wegen dus naar de spetters, naar Rome. Dus dit is dan met die waterbrush. Dat kan natuurlijk ook, je kunt er ook boven gaan hangen. En een dikke druppel zo naar beneden laten vallen. Dat kan ook. Ik weet niet dat heeft ook wel een gaaf effect, zeg maar. Dus probeer het gewoon eens uit met de verschillende penseeltjes die je hebt. En dan gaat het heel goed. Nu heb ik dus met waterverf gedaan. En als ik dat met brushpennen doe, dan ga ik dat dus afgeven op... dit maak ik even schoon. Heb ik bijvoorbeeld een paletje of een bordje. Ik heb van die blokjes waar je eigenlijk die stempels op plakt, zeg maar. En daar kun je dan dus een kleur op afgeven. Dus de kleur van die brushpen. En vers water. Daar kun je dan ook met penseel water toevoegen. En dan krijg ik dus waterverf. Is geen aquarelverf. Is puur op basis van inkt van die brushpennen. En dan moet ik zorgen dat het dus goed nat is. Niet te droog. Anders nog een keer weer in het water houden. Het lekker, je penseel is gewoon nat, zodat bijna een druppel eraf valt, zeg maar. En dan kun je met de inkt, waar bijvoorbeeld je iets ermee hebt ingekleurd, kun je met dezelfde inkt ook de spetters maken. Dus dat, op die manier heb je, zeg maar, ja, kun je dus van die brushpen inkt, waar je het gewoon misschien mee ingekleurd hebt met de brushpennen, kun je dus ook die spettertjes maken. En dat geeft dus een leuk effect. Maar we kunnen het ook allemaal door elkaar gebruiken. Dus het is ook leuk om, dit is meer aquarel effectjes. Ik zag ook allemaal leuke dingetjes voorbij komen. Dat je misschien meerdere kleurtjes afgeeft op zo'n paletje. Of je hebt mooie kleurtjes in je aquarelbakje. Van hoog blijven. En dan kun je bijvoorbeeld wat strepen gaan maken. En als die nog nat zijn, dan gaan de kleuren in elkaar over. Dat is echt ook een heel leuk effect. Dus het mag lekker waterig zijn. Ik zal er even een of twee voordoen. Dus met een penseel van die strepen op je papier. En als dat lekker waterig is, bij aquarelpapier kan dat lekker goed. En je maakt nog een, ik zeg niet dat dit nou de mooiste kleurtjes worden. Want dat heb ik niet voorbereid. Maar zorg dat het lekker waterig is. Dat geeft het leuke effect. En dat je dan hieronder... En als je ze dan iets aanraakt, dan is dat het effect van aquarel dat in elkaar gaat bloeden. Zo heet het volgens mij. Dus dat is ook een nadeel van aquarel. Dat als je iets heel mooi hebt ingekleurd, bijvoorbeeld een huisportretje. Je hebt een hele mooie baksteengevel gemaakt. En dan denk je, oh nu ga ik met schaduw, maar het is nog niet droog. En dan in één keer zit er een vlek in je gevel. Dat is niet altijd iets wat je wilt hebben, zeg maar. Maar het kan ook een heel leuk effect geven. Dus zoals hier, als je het wel bewust doet. Dat het allemaal bewust in elkaar overgaat. En dat je het elkaar laat raken, zeg maar. Dus dan gaan die kleurtjes mengen met elkaar. En dat heb je hetzelfde. Dit is nu allemaal nat. Dus stel dat ik nu van die paarse spettertjes erin ga maken. Dan ga je die niet zien. Of ze lossen daarin op. Dus als ik nu hier... Ik
heb hier maar een kleurtje aan zitten en ik ga hier bovenop spetteren. Dan zie je in het begin zie je ze nog wel. Maar omdat het nat is, op een gegeven moment gaat het oplossen. Nou ja, dus dat, bij dat blauwe zie je dat paarsje wel heel goed. Ik weet niet of jullie het heel goed zien. Maar bij dat rode en bij dit paarsje, dat verwatert een beetje. Dus als jij hele mooie ronde spetters wilt hebben, echt die er bovenop liggen, in een ander kleurtje, dan moet je dus even wachten totdat je werk droog is. Dus je hebt met aquarel altijd met droogtijd te maken. En ja, wees dus een beetje bewust van wat het, als het nat is, dan kun je dus hele leuke effectjes bereiken door nat in nat, zeg maar. Maar het kan ook tegenvallen en dan wordt het dus niet fraai. Dus dan baal je van dat het nat is, zeg maar. Als je gewoon leuke streepjes en dat kan allemaal door elkaar. Zoals ik nu hier weer met dat rood op ga spetteren, daar zie je helemaal niks van. Wel als ik er af en toe een paar dus naast doe, dan zie je ze wel. Dan blijven ze overeind en dan zijn het ook echt ronde spettertjes. En hier zijn het echt van die kratertjes, van die splashjes die oplossen in die natte balken. Dus als je met aquarel werkt en inderdaad, dan is het ook soms ook wel handig om een bepaalde volgorde te hebben of om iets los te laten. Want als je iets moois hebt getekend en je komt net aan de rand, dan trekt die andere kleur dus in. Of de kleur die je had, trekt in jouw achtergrond. En dat is, dat is eigenlijk zonde natuurlijk. Dus dan soms even wachten. Of je denkt van, hé, ik heb nu dit stuk heb ik ingekleurd. Ik begin helemaal aan de andere kant. En hetzelfde geldt voor die spettertjes. Heb je een hele mooie lucht gemaakt. Dat zal ik ook nog even laten zien. Dus dit zijn nog van die balkjes. Nou ja, als je dit kun je natuurlijk ook bedenken als je een heel leuk kaartje maakt. Ik heb nu maar gewoon voor de fun wat gedaan. Maar je kunt het ook in het midden neerzetten of drie. En daar dan wel een leuk tekstje op en een paar spetters ernaast. En je hebt alweer een hele leuke achtergrond natuurlijk. Dus dat werkt ook heel goed. En mocht je nou denken, hé, mijn papier dat kromt. Dat gaat helemaal mee. Dan kun je het ook aan de achterkant bijvoorbeeld nog een beetje nat maken. En dan kromt het weer terug. En als het dan aan beide kanten bijna droog is, dan kun je bijvoorbeeld even zonder dat je je werk belast of kapot gaat maken, dan kun je hem bijvoorbeeld even onder een boekje of ergens tussen leggen, zeg maar. En dan word je weer mooi recht. Dan heb je aan beide kanten iets waarde toegevoegd aan het papier. En dan is het papier, kan daar goed tegen. Dus stel dat je een mooi luchtje wilt maken. Bij de vuurtoren. Je moet even bij bedenken. Nou, dit helpt, hè. Zo. Van die strepen. Dan ga ik dat ook een beetje wolkerig. Dus ook weer zo'n techniekje. Eens kijken. Is dat nog, kan je bij aquarelpapier met relief ook de gladde achterkant goed gebruiken? Ja, volgens mij kan dat wel. Want ik weet dat ik... toen ik vooral met brushlettering bezig was, was ik altijd op zoek naar echt super glad papier. En dan ging ik heel vaak brushletteren op de achterkant van het papier. Maar of het, zeg maar, dat papier heeft dus heel duidelijk een voor- en achterkant. Dat is de manier waar het op is gemaakt, zeg maar. Dus die achterkant, die is ook net zo goed. Dat is hetzelfde eigenschappen. Alleen heb je dan niet dat relief. Dus dat moet beide kunnen. Dus als je zo'n beetje een wolkerig luchtje wilt hebben, een beetje een blauwig luchtje bijvoorbeeld, en je wilt daar misschien nog iets groen in hebben,
Dan pak ik dus ook een, of een klein, maakt niet uit hoe groot je penseel is. En dan kun je dus bijvoorbeeld aan de rand van je werk beginnen met een wat verzadigde kleur. En dan steeds iets water bijpakken. En dan je op het papier eigenlijk je kleur gaan verdunnen en een beetje mengen met water. En dan blijft die donkere rand en die kleur neem je nog mee. En breng je dus een beetje wolkerig aan rondom je werk. En als je af en toe wat kleur wil toevoegen, kun je af en toe nog een beetje indeppen. Dus dat is ook, vergt ook wat oefening misschien. Maar dan ga ik het aan de zijkant, zeg maar, voor een beetje met mijn beetje half droog penseel, hou ik het in toon, zodat het niet helemaal alle kanten op gaat. En dan ontstaat er een beetje een leuke wolkerige lucht. En als die nog nat is, kun je bijvoorbeeld nog net iets, bijvoorbeeld groen toevoegen. Dat hoeft ook allemaal niet te. En dan mengt dat omdat het nog nat is. En dan kun je het ook weer een beetje helpen. Kun je dat een beetje mengen met elkaar op papier. En dan krijg je zo'n hele speelse lucht. En dus het wel dat je, ja, ik begin dan zeg maar die donkere kleur. De kleur zelf zit dan langs de rand van mijn gebouw. En ik werk al snel naar het water toe. Want als ik dat niet doe, stel dat ik aan de linkerkant de kleur neem. En ik ga het allemaal lekker, helemaal lekker egaal inkleuren. Daar zijn we goed in, dat heeft het een kleur. En dan moet ik het gaan mengen en dan heb ik al veel te veel ruimte ingenomen. En dan heb ik eigenlijk niet zo heel veel plek meer om dat mooie wolkerige effect te krijgen. Dan ben ik al weg bij mijn papier. Dan is dat veel moeilijker. Dus als jij het goed langs de rand eerst een aanzetje maakt. Lekker een beetje nattig, hè? Zodat het niet, terwijl je werkt moet het nat blijven. En als ik het dan hier een beetje oppak en een beetje verdeel met de punt. En ik kan het altijd terugbrengen. Dus als het te veel is, ga ik gewoon weer naar het begin. Maak ik mijn penseel weer schoon en dan begin ik weer aan de buitenrand te mengen. Dus zo hou je het een beetje in toom. Dus ik werk van binnen, maar dan hou ik het een beetje tegen. En dan wordt het ja, wat wolkerig met een beetje ja, wat meer kleur langs de rand. Dus dat geeft wel een leuk effect. Beetje dramatisch, wolkerig effect. En als je dan nog wat weg wilt halen, dan kan het ook, kun je ook je penseel een beetje droog maken. En dan bijvoorbeeld een keer een beetje doorheen rollen. En dan haal je eigenlijk wat kleur weg. En dan maak je bijvoorbeeld nog wat witte wolken. Dan hou je een tissueetje erbij. En ja, ben je eigenlijk een beetje kleur aan het weghalen met je penseel. Dus dan ben je een beetje al deppend en draaiend. Kun je een beetje kleur weghalen en ontstaat er ook een beetje een wolkerig effect. En dat kun je ook aan de rand doen. Als het allemaal te hard is of de overgang is niet mooi, dan ga je nog even over de rand, draai je nog even. Ja. Ik heb nu inderdaad, zie je het, over 350 gram of 200 gram papier. Een vraag. Nou ja, je ziet dus wel, dit doet 200 gram papier. Dat is echt veel dunner dan 350 gram papier. Maar ja, als je dat niet erg vindt, zijn gewoon studieobjecten. Dan hoeft het natuurlijk niet per se 350 gram. Maar als je iets heel moois hebt gemaakt en je wilt het origineel weggeven of behouden, ja, dan ga je niet zo'n flabbelkaartje geven aan iemand. Dat is eigenlijk zonde. Dus dan is 350 gram, die kan veel meer water aan. En met dit ook, je kunt het proberen, maar het komt wat minder ja, chic over. 200 gram is gewoon lekker studiemateriaal. Het is gewoon een schetsboek. Schetsboekjes zit ook meestal 200 gram of 220 gram in. Dat is allemaal. Maar je ziet dus dat het echt wel een heel ander effect heeft bij een recht kaartje. Niet dat ik nou dus allebei 200 gram, maar je ziet dat het enorm gaat bobbelen. Dus dat doet het papier. Hier staat ook nog, kun je die wolken, dat bedoel je denk ik ook met brushpennen. Dat kan ook. Stel dat je dit met brushpennen wilt. Het is wel een beetje afhankelijk van het type brushpen. En het zijn ook meerdere methodes, ook een beetje effectjes.
Dus nou, het teken mag gewoon weer de vuurtoren. Die is even als voorbeeld. Dan hebben we links en rechts even wolkjes nodig of een luchtje nodig. Nou ja, zoiets. Dit is dan 200 gram aquarelpapier. Ik weet ook niet of al elk aquarelpapier dat aan kan hoor. Maar dan kun je dus met je brushpen direct op je papier werken. Dus stel dat ik ook iets blauws en iets groens. Zo'n beetje heel felblauw misschien. Nou ja, we gaan het zien. Dan zet ik bijvoorbeeld een kleur bijvoorbeeld een beetje hier zo langs de rand. En misschien heel iets groen erbij. Dat die van onder hier komt. En als ik dat dan nat maak op het papier. Dus, dan heb ik dus die kleur ook al direct aan de rand. Zeg maar wat ik zei van god, die eerste kleur zit aan de rand van je gebouw. En dan kun je hem daarna zeg maar verder gaan verdelen. En dat wil meestal wel goed. Alleen je kunt randen zien van het inkleuren van je brushpen. En soms moet je die een beetje verhullen door daar dan maar even een wolkje op te deppen, zeg maar. Dus die kun je niet altijd voorkomen. Dat ligt ook een beetje aan de kleuren en hoeveel water en aan het papier. Dus hier kun je een beetje zien waar ik heb gekleurd. Maar doordat ik aan de randen werk, valt het nog mee. Ga je zeg maar gewoon willekeurig ergens zo als ware streepjes aanbrengen. Dan wordt het moeilijk om dat te vullen. Maar misschien als je er snel bij bent, zeg maar, dan ga je dus weer inkt toevoegen. Een beetje al deppend langs al die inktjes hier. Die kleurtjes een beetje met elkaar vermengen. Maar dan wordt het moeilijker bij het groen. En dan moet je zo vaak met je penseel over dat papier. Dus als je dat doet met brushpennen, dan blijf ik altijd bij het gebouw. Ik weet niet of je het kunt zien. Even scherp stellen, want je ziet hier nu, zie je die groene aanzetten en hier heel iets blauw. Je ziet, zeg maar, en je ziet die hier ook wel, maar omdat het dan ja, meer bij je, ja, wat je toch al bij de lucht hoort, zeg maar, stoort het daar minder. Hier zie je echt die strepen. En ja, dit is mijn papier hoor. Misschien dat het op het Tombow papier nog minder is, dat verschilt. Ook weer per papier, maar en ook per type brushpen, want de ene heeft gewoon echt beter inkt dan de andere. Van Faber-Castell, ik weet niet of je die kent, dat is echt, ja, dat is echt geen brushpen, dat zijn van die watercolor markers. Dat zijn, er zit inkt in, die lost direct op, zeg maar. Dat is een heel andere kwaliteit. Kun je het papier vastplakken met tape om bubbeling te voorkomen? Ja, dat kan wel. Volgens mij is het dan eigenlijk wijzer om het dan eerst een beetje nat te maken en dan pas vast te plakken. Dat doen de echte aquarellisten volgens mij. Dus dat zit ook nog een beetje. Maar ik doe het niet. Dus dat weet ik niet. Dat zou je eens moeten proberen. Dan moet je het een hele tijd laten zitten en dan laten opdrogen. En dan ja, kan het zijn dat het weer in zijn oorspronkelijke vorm terugkomt. Want je brengt water aan inderdaad. Dus dan. Nou, dit was het kaartje wat ik net had. Die was helemaal bol. En ik heb de achterkant ook nat gemaakt. En nu is die eigenlijk. Ja, hij is nog wel een beetje. Geribbeld, zeg maar. Maar als je hem nu, denk ik, onder een boek legt. Dan wordt hij wel weer helemaal mooi plat. Dus dat. Ook een verschil, zeg maar. Maar met brushpennen is het dus dat je niet altijd die brushpen strepen
die krijg je niet altijd weg als je met brushpennen werkt. Dus dan is het, ja, probeer dan de kleur die je geeft, zeg maar, ja, bijvoorbeeld je wilt een mooie rand maken, dat die rand al, dat je, hoe je het kleurt, dat het al een beetje organisch is, zeg maar. En dat het dan niet zo opvalt dat dit een beetje wolkerig is. En als jij dit gaat doen, van die strepen, ja, dat valt veel meer op dan dat ze zo'n wolkerige vlek, die als je die moet verhullen, ja, die ga je niet zien in je kronkelige werkje. Maar als je die strepen moet verhullen, dat wordt moeilijker, omdat die niet in je wolkerige effect passen, zeg maar. Dus dat... Oh, hier is al wel een tip, dat het vaak werkt dat best goed. Dus dan zou je gewoon eens kunnen proberen met vaststepen van je werk. Nou ja, het was meer aquarel effectjes. Volgens mij was het dit wel een beetje. Dus dat is, ik zie je nog wat vragen. Moet je brushpennen horizontaal bewaren? Ja, ik doe dat wel. Ik weet niet of het per se moet, maar ik heb al brushpennen, hoe lang geleden ben ik begonnen? 5 jaar. Die doen het allemaal nog steeds. Dus misschien als ze staan bewaard hadden, deden ze ook wel. Dus hier ook nog een goede eerste achterkant nat maken en dan op de voorkant gaan werken. Dat kan natuurlijk ook. Dan heb je ook al een goede. Wat is een leuk beginsetje van aquarel? Ja, dat zijn meerdere merken. Ik heb hier eentje van Van Gogh. Daar zitten alle basiskleurtjes in. Die je tegenkomt in de kleurencirkel, zeg maar. Dus je kunt met dit setje... met de geel kun je, zeg maar, met rood of met roze mengen. En dan krijg je een mooi oranje. Dus die voldoet prima. Dit is een minder uit. Dit zijn luxere sets. Dan heb je de, even kijken, meer, 3 kleurtjes meer. Die is wel fijn. Er zitten allemaal wit bij. Dat vind ik ook wel fijn. Ik heb hier de eentje, die is een beetje smoeselig, maar... van Winsor & Newton. Die hebben ook superleuke setjes om mee te beginnen. Die zijn ook heel betaalbaar, volgens mij. Wat handlettering doen we zo. Ook hele leuke van die gestarte setjes. Ik heb zo'n reissetje van Derwent. Het zijn allemaal 12 of 15 kleurtjes waar je mee kunt starten. En dat zijn allemaal heel betaalbare setjes. Ik heb ook al wat duurdere van Schmincke. En dat is gewoon, ja, luxere verf. Dus daar zit het hem in. Maar dit soort verf is prima voor studies. En volgens mij zijn er ook heel veel licht echt en kleur echt. Dus dit is aquarelverf van Van Gogh, wat ik nu allemaal zeg. Winsor & Newton is aquarelverf. En ik heb ook nog een set van Faber-Castell. En dat is eigenlijk waterverf. Dat zal wel met pigmentatie te maken hebben. Of met de kleurechtheid. Of hoe het gemaakt wordt, zeg maar. Dat weet ik niet helemaal allemaal, hoor. Dus, maar dat kun je vaak wel bij een beschrijving van iets lezen. En als je zo rond de... zo'n startsetje, zeg maar, van een redelijk goed merk, zeg maar, rond de 18 euro of zo zit. Ja, dan kun je daar echt jaren mee. Zoveel, ja, of je moet echt mega grote werken gaan maken. Maar dat gaat echt, dat doe je echt heel lang mee. Je kunt alles lekker mengen met elkaar. Gaat helemaal goed. En niet je penseel in het water laten staan. Ook een hele goede tip. Heel eventjes kan eigenlijk wel. Maar je maakt je penseel inderdaad... haal je uit het water, je maakt hem even droog. En het beste is eigenlijk om even liggen te laten drogen. Dat is het beste. En dan heb ik ook verschillende soorten en maten. En ik zou gewoon eens wat dingetjes, als je wat wilt aanschaffen, 1 of 2. En dan lekker daarmee prutsen, zeg maar. Het is ook meer van wat we nu ook hebben gedaan, of wat ik heb gedaan, ik weet niet hoe je mee hebt gedaan. Het is helemaal geen doel eigenlijk, maar het doel is testen. Het is gewoon, pak wat water, 2 glaasjes kun je lekker mee knoeien als de ene al gekleurd is en wat
wat velletjes papier. En als je wilt spetteren, weet ik wat, kan dat ook op een kopje papier. Dan weet je een beetje hoe het werkt. En hier maak je die bakjes. Na de tijd altijd nog schoon. Dat ligt eraan. Soms ben ik heel blij met een kleur die ik heb gevonden en laat ik hem zitten. En soms maak ik ze in één keer weer helemaal schoon. En dan ben ik er klaar mee. En dan, of ik heb deze losse paletjes. Die ik dan ook nog wel eens erbij pak. Daar kan ik en met de brushpen. Die zijn heel wel glad. Er zijn wel meerdere soorten van dit soort dingen. Dan kan ik met de brushpen en aquarel even lekker door elkaar werken. Of met de watercolor markers door elkaar werken. Winsor & Newton heeft ook watercolor markers. Heb ik die hier staan? Ja, dat zijn echt hele luxe. Dat zijn bijna... Ja, dus als je die dan op zo'n paletje even een paar keer drukt. Dus als ik daarmee dus ga tekenen. Of ga aquarellen. Dat zijn echt hele mooie kleuren. En die kleuren lossen echt heel erg mooi op. Dus dan krijg je nagenoeg... Ja, bij deze... Je krijgt dus helemaal geen randen. Dat is een andere kwaliteit dan Tombow. Dus, dat zit ook een andere prijskaartje aan. En dit is ook... Dat heet ook watercolor markers. Dus meer aquarel markers. Heel ander soort... Er zit weer een ander soort inkt in. Dus dat werkt ook anders. Is porselein het beste palet? Ik zou het niet weten. Ik heb plastic. Dat neemt soms een kleur aan. Ik heb dus van dat blik. Ik heb wat van in de plastic porselein. Porseleinen bordjes heb ik ook wel. Het is maar net wat je zelf fijn vindt. En fijn vindt schoonmaken, denk ik. Dat is een beetje... Dus ik weet niet. Even wat kleine tips. We hebben niet, gaan niet echt wat maken. Kunnen we volgende keer wat maken. Maar voor degene die helemaal heeft afgekeken. Heel erg bedankt. Leuk voor jullie vragen. Het zijn wel wat kleine tips, maar de grootste tip is natuurlijk gewoon een beetje testen. En het hoeft niet per se, maak er snel een tekeningetje en dan probeer gewoon eens een luchtje uit. En dan doe dat op verschillende manieren en lekker met die spettertjes erbij. Dan zie je direct een beetje wat het effect is. En ik denk dat ik dit nog wel een keer ga herhalen. Ik vind dat heb ik al eerder in het verleden gedaan. En dan met je brushpen er een mooi tekstje inschrijven als het opgedroogd is. Dan wil dat heel goed, lijkt mij. Dan heb je een mooie achtergrond voor je werk. Ik hoef natuurlijk niet met een brushpen per se. Dus leuk om daar iets van te maken. Dus, ik ga hem opslaan. Hij staat dan op Facebook, maar ik ga hem ook opslaan op YouTube. Misschien deze week ergens. En dan... is die zeker weer allemaal terug te kijken. Dus heel erg bedankt voor jullie vragen. Want dan kon ik weer een beetje daarop inspelen. En dan een paar kleine tips. En dan kunnen we daar misschien in de volgende live sessies weer ons voordeel uit doen. Dus dat we het lekker even hebben geprobeerd en hebben getest. Dat is altijd handig. Dus heel erg bedankt voor het kijken en meedoen. En dan zie ik jullie... volgende week weer. Ik ga straks of morgen een winnaar kiezen van de Valentijnsactie. Die was van vorige week nog. En dan krijgen wat mensen lekker bonnetjes. Dus deze ga ik opslaan. En dankjewel voor het kijken. Hoi hoi.